Nee. Ik ga wel mijn matje spelen tegen de Giel, nu. Ik had gezien dat je ging spelen, maar tussen de Giel daar niet. Ja, tegen Giel. Ik was nog niet online, hè. Jawel. Ik ben niet online, echt? Ja, ik ben mijn opstelling aan het zetten, ze. Oké, dat kan wel, kan je niet zien. Ja. Ja. Ah, en wat doe je daarna nog met knoffen? Nee, daarna, daarna naar het huis, ja. Ah, wij vergeten een tijd. Doe dat een beetje. Oeh, dat was lekker. Ik dat filmpje van de dingen van de Luc. Huh? Dat filmpje Ik was die echt plat van het lachen, gewoon. Ja, sowieso. Ah, mei. Winnen, hè? Ja, hopelijk. Ik moet. Ja, ik heb het niet gedaan tegen de Wens. Ja, spijtig genoeg. Ja, mijn gast, wat de fuck was dat voor mijn chest? Ik zou haar zeven willen opnemen. Mijn naam is Evert ten Apel en ik heb de eer om hier naast Jurie Mulder te mogen zitten. Ah, Evert, dankjewel. En ik hoop dat we iets moois te zien krijgen vandaag. Ja, ik zal een beetje meekijken. Ja, we zijn vertrokken. Twee aanvallende ploegen op het veld vandaag. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Ze verschijnen aan de aftrap in een offensieve 4-5-1 opstelling. Ja, slecht voor die pet. Fonteinen. Wow, dat zal misschien juist wat begin zijn. Nou, dat is wel de PlayStation. Kijk, dat is niet zo super, hè? Die hebben we nooit gedaan via de PlayStation gekeken, enkel YouTube. Echt. Mooi, maar via YouTube valt echt goed mee, maar eigenlijk via op het groot via de PlayStation echt keislecht. Kom aan, heren. Ik denk dat ik wel een beetje mijn achterstand kijk. Ja, dat kan. Nou, dat werd niet zo in onderweer. Terug naar de keeper en het publiek begint te fluiten. Asamoah. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Hij speelt graag op het randje van buitenspel, maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Ja. Ze krijgen een ingooi. Ik heb ook al keiling meer gespeeld. CC. Ja, daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Oh, fuck. Staan er weer. Ze mogen ingooien. Er is niet veel tijd daar. No. En wanneer moet hij nog eens gaan werken? Ik heb juist twee keer geweest. Deze breedte paas. Mooie bolbal richting de tweede paal. Oké, okay. Dan kom je weer de volgende keer dat jij werkt. Weekend. Ja, dit gaat goed. Weekend. Ik ben weekend thuis, denk ik. Klaar mee. Eens kijken of dit het begin van de counter is. Doorgekopt. Oh, jij is juist getrapt van mij. Nee, als corner gegeven. Oké. Ik zie de corner. Uitstekend gedaan hoor, keeper. Het is een inworp. Fonteine. De bal gaat weer over de zijlijn en het spel ligt dus weer even stil. Ali. Een schermutseling om
de bal. En de keeper heeft hem zonder problemen. Fontaine. Goed gezien, zeg. Hij zag het gebeuren. En deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Wacht! Oh, ze zijn de bal kwijt. Ja. Wat een waanzinnig schot. Als ze nu het kopje hierbij houden, kunnen ze op voorsprong komen. Speel de bal weer terug. Ja, hij was te vroeg weg. Vlag omhoog op het spel. Oh my, zie. Ik niet zo mee. Asamoah. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. De keeper mag de bal weer in het spel gaan brengen. Ja. Ik had met de keeper uitkomen, die laat die bal zo catchy op buiten gaan. Ja, dat kun je lekker zien. Asamoah. Nee. Nee. Oh, daar hoefde hij niet veel voor te doen. Slordig gespeeld. Hola. Wat een actie. Hij gaat ervoor. Het gevaar blijft. Ja, kom ik gewoon weg. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Remakle. Dus hij zet er hier mee doen. Gele kaart. De scheidsrechter geeft een inworp aan. Matthijs. Ali. Ze krijgen een inworp. Ja, ik zeg het is niet. Breed gespeeld in de hoop dat de achterhoek de gaten laat vallen. Er loopt iemand mee, dus hij kan de bal kwijt. Goed gedaan door de verdediger en dwingt hem gewoon naar de zijlijn. Fontaine. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Offside. Offside. Mei. Nee, dit case gaat niet door. De vlag gaat omhoog voor buitenspel. Scoort je? Ja, hij scoort, maar in offside. Ah, oké. Nee. Container. Makkelijk. Ali. Oh my. Ziet er gevaarlijk uit. Op de paal. Oh my, en je mist die. Oeh, oh, oh. Maar hier kom ik weer goed weg, zeg man. Jezus. Ja, ik zie het nog niet, ik ga niet zien. Oeh. Allee, joh. Oh my. Oh my. Pak hem met de sliding. Trap. Asamoah. Nou, wat gaat de scheidsrechter doen? Die speler heeft al geel. En nu weer een overtreding. Mag hij vertrekken of blijven de kaart op zak? De scheidsrechter houdt het deze keer bij een vrije trap. Keeper stond er precies goed voor.
Dat is dan niet gepland. De scheidsrechter fluit bij een ruststand van 0 tegen 0. Oeh. Voor een voetballer van zijn niveau, Jury, had hij in de eerste helft echt meer moeten laten zien. Ja, dat was de bedoeling, ja. Oké, okay, dat was echt de bedoeling. Ja. Oh my. Ik heb inderdaad van de PlayStation wel afstand gestuurd, keihard. Dat is echt een tweedubbel dat ik heb. Kijken wat deel 2 van ons in petto heeft. Fontaine. Ze vechten om de bal. Cissé. Ali. Komt een gevaarlijke ingooi aan. Paniek, buiten. Ja. Oh man. Mogelijk een goede kans hier. Kan wat worden. Probeert het. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Volgens mij staat hem wel een beetje aan de kant. Ja, dat goed gezien, zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Dit is het moment. Een schot. Ja, wel eindelijk, zeg aan mij. Poef. Oh, steeds weer de vrije man gezocht en nee. Gevonden. Met dat goed alleen lopen. Ja, wel een voorzet, die haast wat door een goal moest leiden. Ja, toch zo dat hij rond die, van hem gaan ook zijn. Ja, wat proper controleke. Hij komt nu op een afstand ja. Dat hij kan gaan schieten. Laten we ja, eens kijken wat hij gaat doen. Ah. En die bal is voor de keeper goed uit zijn goal gekomen. Hij fluit voor een overtreding. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? Ja, dat was een momentje in de match. Ali? Toch geen kaartje? Nee. Chance, de we moeten mankeren. Doe ja, iets. Dat is een ik heb wel gezien, ik heb al de gast. Waterkant. Wat de fuck, ik zie zeg dat ze maar eigenlijk niet bij je zult gespeeld. Echt fucked up eigenlijk. Ze zijn live, man. Ja. Bal is over de lijn ingooi. Oh. Het zag er goed uit, maar nu loopt de aanval toch stuk. Oh. Ja, en nu... Oh my, 1-1. Fuck this. Binnen? Ja. Ja, proper goals, hè. Echt waar. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Oh my, ja. Oh ja, proper. Asamoah. Hier heb je nog meer. Ja, ja, dat kan ze nu geen punten laten doen? Nee, echt niet eigenlijk. Vertrouwen op dat hij gaat spelen. Oh my, ik ben afgelopen. Ja, en nu? Hallo jong. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Oei. Oh. Nee, dat wist ik nou wel zeker dat ik daar kon tikkelen. Maar deze hier ze. Doe maar zeker twee keer dat je zo door mijn verdediging loopt. Nee.
Michiel heeft een nieuw account. Asamoah. Ja, ik weet niet, achter de kazerne. Hè? Ja, die heeft een man op zijn account gezet, maar dan heb ik die niet online zie. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt en dus loopt deze aanval op niets uit. Oh nee. Oh. Ja, en nu? De bal. Amai, Jones op de paal, zeg. Wat is dit, jongen? Ik ken hem niet. Hij doet op de slechte keuze, hè? Ja, ja. Oh, amai, het komt echt wel goed af, zeg. Ja? Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Asamoah. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Zo gevoelig, ik ga gaan voor het 35e minuutje FIFA goaltje. Hij kopt hem! Gelijke stand hier nog altijd. En de klok tikt maar door. We hebben geen winnaar, maar dus ook geen verliezer. Ze mogen ingooien. Het is een goede plek voor een lange inworp. Matthijs. De bal gaat weer over de zijlijn en het spel ligt dus weer even stil. Remakle. Ja. Asamoah. Dit hem worden. Oh my nee. Offside, hè? Oké. Nee, helaas. Oef. Dit doet het niet door. De grens heeft de vlag voor buiten spel. Nee, noem dat er. Kijk eens even. Doorgekopt. Goed onderschept. Dat zou een belangrijk doelpunt geweest zijn. Er staan nog maar 3 minuten op de klok. Allee, waarom doet hij niks aan die bal? Voor de redding. Ja, je moet zoiets in een fractie van een seconde beslissen. En het was een goede beslissing. En ze winnen de bal terug op het middenveld. Daar had hij echt een open kans. Amai, die maakt nog de 2-1 in de 90ste minuut, zeg. Oh nee, terug offside, amai. Amai, toen er ik goed naar offside. Maar hij komt er goed af, ze. The fuck? Stefan aan de Vannes komt online. Ik zit aan de zeetischke, straks en dan 2 kusjes. Oké. De Vannes heeft vroeg die jeugd. Dat is cool, kom maar heren. Ja, en nu? Amai, jawel, jawel. Oh, oh, oh ja, ja, amai. Oh nee. Oh ja, dit is weer. Dit doelpunt zet de wedstrijd op. Oh, wat is deze, man. Dit was vast het winnende doelpunt. Nou, dat denk ik ook even. En ja, nee. De wedstrijd eindigt in 2-1. Wat, hè? Ja, gewoon. Deze is die goed voor mijn tikkers, hè. Ja, de geel die gaan nu niet zijn, hè. Oh nee, zie je. Zo, een hoekschop nemen. Ja. Oeh, Germe de Giel. Amai. Welkom pas mee, want hij heeft echt wel een goede match gespeeld. Ja, zeker en vast. Amai. Zeker en vast. Ja. Serigioni gescoord. Verdier gescoord. En Serigioni nog eens. Amai. Ja. Ja, deze was eigenlijk echt, nee jongen, totaal geen goede match. Ja, van de Gielo, maar van mij. Ja, de Gielo heeft een goede match gespeeld. Dat is gewoon tegen een goal tegen krijg aan mij. Ja, echt wel. In totaal onverdiend. Die heeft 3 keer gescoord, wel buiten spul, oké. Okay. 2 keer of 3 keer op de palen getrapt. Ja, eigenlijk wel. Oh my. Ik heb deze match niet mogen winnen, Jernus. Nee, echt niet. Sowieso niet.